ding, ding. Het is zondagochtend. In mijn boshuisje ontvang ik een bijzondere gast om stil te staan bij wat ons beweegt en inspireert op de wonderlijke wegen van dit leven. Vandaag is mijn gast theatermaker Adelheid Rozen. Adelheid, jij banjert door de natuurkathedraal. Welkom. Is wel een woord wat mijn moeder altijd zei. Banja niet zo. Echt waar? Ja, echt. Banja niet zo door het huis. Ik vind het heerlijk. En die natuurkathedraal, vind je die heerlijk? Heb jij nou heel goed je research gedaan of gebruik jij dat woord natuurkathedraal toevallig? Nee, dat denk ik altijd zelf. Ik ben dol op die statige pilaren. En dan heb ik ook nog het gevoel dat ze leven. Maar dat is ook zo. Oh, maar, want het is jouw woord. Nou, nee, maar dat zei mijn vader altijd. Ja. Ja, daarom denk ik van eerst gebruik je het woord van mijn moeder en de naam van mijn vader. Dat is echt kei leuk. Van mijn moeder moest wel naar de kerk, dat wilde zij echt. Maar mijn vader had altijd, we gaan ontsnappen. En dan ging die met ons het bos in. En dat was, en toen zei hij, kijk, ik laat je de kathedraal zien. En de ramen van de kathedraal. Dat beschreef hij zo tof, weet je wel, met schaduw en lichtval. En zo, dat mijn zus en ik ook, weet je, dat we gewoon de muziek hoorden, weet je zo. En dan deed hij alle dieren, zei hij, kijk, kijk. En dan was hij heel lang stil. En was dat? Kijk, kijk. Een konijntje. Zo heb ik echt de natuur leren kennen. Nee. Maar in de kathedraal. En ik heb ook nog een heksenhut. Ja, tien. Hoe gaat het met je? Nou, ik ben zo blij met het voorjaar. Ja. En dat de zon weer komt. Want jij bent net terug uit Mexico. Ja, ik had eigenlijk een hele fijne overwintering daardoor. Want ik ben niet zo'n goede winterbewoner van Nederland. Want heb je daar nou ook de safari gedaan? Ja, in Mexico City, in de wijk Tepito. Dat is midden in de stad. Oh, heerlijk. Want de wijksafari, dat hebben wij kunnen zien al ook op tv, is een project waarmee jij mensen in woonwijken laat adopteren. Hè? Dus zeg maar, acteurs van jou worden geadopteerd door mensen die bijvoorbeeld midden in Utrecht wonen. Ja. En zodat er echt een nabijheid ontstaat. En zo hebben wij op televisie toen kennis mogen maken met een Turkse vrouw. Tante Fatma. Wiens man overleed. Ze had een zeer gehandicapte zoon. En zij sprak de ongelooflijke woorden, ik verwacht alles. En volgens mij was jij daar ook heel erg door geraakt, ja. Door die tekst. Ja, die hadden we ook op haar gevel van haar huis geplakt. En die documentaire is gemaakt door Gülşah Dogan. En die heeft ook Ik verwacht alles als titel aan deze film gegeven. Omdat ik dacht echt, die zit in een rouwproces. Die deed voor de eerste keer van haar leven mee aan deze adoptiemethodiek van waaruit we die voorstelling maken. Nasmir Oral, onze actrice, die was bij haar in adoptie. En toen kwam haar echtgenoot, die viel echt zo in een sterfproces. En wij dachten, oh, tante Fatma, en wat zou ze willen, hoe zou ze het willen? En toen zei ze, nou, ik wil graag naar Turkije begrafenis, maar daarna doe ik mee. Dus die heeft die hele voorstelling gedaan, 6 weken lang, met alle repetities daarvoor. En zij heeft het publiek daar ook deelgenoot van gemaakt en Nasmir had tegen haar gezegd, we doen gewoon, als jij moet huilen, mag je gewoon de scène uitstappen. Die was in haar eigen huis, maar kun je gewoon naar een andere kamer gaan en dan draag ik de scène verder. Maar wat mij zo raakt in jouw werk de hele tijd, want je hebt ook een ontzettend mooie film gemaakt over je moeder. Mam heet die. Ja, die Alzheimer kreeg. Wat mij zo raakt de hele tijd is die nabijheid die jij opzoekt. Dus dat als iemand Alzheimer heeft, dat je dan niet denkt, oh, die is niet meer te bereiken. Nee, je gaat in de werkelijkheid van die persoon. Snap jij waarom mij dat zo emotioneert? Ja, want het emotioneert mijzelf iedere keer ook weer als ik het doe. Dus het is
Je zegt niet, die vrouw of man is gek. Je zegt, ik wil hem leren kennen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt steeds op allerlei niveaus. Ja, het is eigenlijk wel mijn meest vreugdevolle hobby geworden. Nabijheid. Dat is ook wel een heel mooi kort woord ervoor, nabijheid. Maar ik ben zo gefascineerd. Ik ben het eigenlijk altijd geweest. Alleen het kristalliseert zich uit. En hoe ouder je wordt, krijg je een soort focus. En ik vind mezelf helemaal geen lievertje. Ik heb een heel temperamentvol karakter. Weet je, ik ben gewoon wie ik ben. Dus vroeger was je ook heel vaak boos. Ja. Maar dat was eigenlijk ook dat temperament, maar ongericht. Ja. Weet je, dus dat krijgen, dat komt ergens ook in een balans. Dus daar ben ik ook dankbaar om. Want ik voel dat als een hele zachtmoedige confrontatie van het leven. Hoe zich dat heeft uitgekristalliseerd. En ik kan nog wel heel erg die vurigheid voelen. Maar nu begrijp ik het. En die boosheid waar jij het over hebt, dat was soms ook een soort razernij. Omdat ik begreep eigenlijk niet. Eigenlijk heb ik doorlopend niet begrepen waar die humaniteit zat. En daar wil ik niet mee zeggen, nogmaals, alsof ik dat zelf nou zo verbijsterend goed uitdroeg. Maar het werd me nooit geleerd en ik had er wel een honger naar. Dus ik begreep als kind gewoon niet waar dat zat. En wat bedoel je dan met humaniteit? Eigenlijk die nabijheid. Ik begreep als kind meteen niet, en ik weet nog dat ik daar heel veel vragen over heb gesteld, waarom die persoon wel deugde en die niet. Waarom je daar wel bij mocht horen en daar niet. Waarom je, nou ja, wat werkelijk waar is, maar wat mensen soms een vreemd beeld vinden. Ik nam bijvoorbeeld vroeger zwervers mee naar huis en dat waren volwassen mensen. Weet je, maar en dan begreep ik ook niet waarom mijn moeder zei dat ik langs de voordeur moest komen, niet langs de achterkant. Dacht ik, zijn mijn vriendjes en die willen ook thee met een koekje. Weet je, dus daar. Dus, en dat is eigenlijk een. Ik voel dat als een hele. Laten we zeggen, een hele sterke spier. Die zich steeds verder heeft ontwikkeld. En die boosheid was. Ik had toen zelf nog niet het geduld, ik had niet het vocabulaire, ik had niet het overzicht. Maar ik groeide op in een volwassen wereld. Waar ik eigenlijk steeds. Voor mijn gevoel moest voldoen aan die norm die daar lag. Wat ik. Ja, en je werd niet gezien in je verlangen. Of werd je wel gezien, denk je? Nou, ik heb ook hele goede mensen op mijn pad ontmoet. Waar ik echt initiatie van heb ondervonden. Weet je wel? Waar je denkt: wow, wat fijn. Een soort levens. Ja, vaders en moeders, zal maar zeggen. Collega's die stukken ouder waren. En waar je dan toch al tastend en mee bevriend raakt, maar waar je dacht, oh, dat noem ik altijd op de slipstream. Het is heel fijn om in een soort, weet je, alsof iemand een soort sjaal uitgooit en tegen jou zegt, weet je, spring daar maar. En dan zwiept hij er gewoon even mee in zijn leven. Ja. En dat vind ik zelf nu ook heel leuk te doen met jonge makers. Maar wat jij net buiten zei, was natuurlijk ook heel intrigerend. Je moeder wilde naar de kerk, maar je vader zei, de kathedraal is hier. Hoe was dat vroeger? Je hebt een zus. Ja, ik heb één oudere zus. Ja, waar met z'n vieren. Marie-Colette is mijn... Nou, ik heb één zus en die is ouder. En daar... Ik heb met haar ook... Ik heb zo over die nabijheid. Ik heb bijvoorbeeld zo'n super tof proces gehad. Daar ben ik ook echt dankbaar om. Dat ik met haar het hele proces van hoe mijn moeder is gestorven in die Alzheimer, hoe ik dat met haar heb kunnen delen. Weet je, wow, dat is wel echt om te janken van dank. Ja, maar dankbaarheid is ook wel iets van jou, hè? Nou, dat voel ik wel vaak. En dan wil ik meteen naar dat project dat ook zo'n mooie titel heeft, Niet zonder jou. Ja, niet meer zonder niet jou. Niet meer zonder jou. Dat komt in het Holland Festival. Kun je uitleggen waar dat over gaat? Ja. De wortel van Niet meer zonder jou komt van Nasmir. En Nasmir is een collega en een vriendin van mij bij Zina. En ook Melig, die bij ons in de groep zit, en Miral, waar wij ons natuurlijk veel mee bezighouden, is dat zij alle drie afkomstig zijn uit een moslimmilieu. Mm-hmm. En dat de frictie die je kunt hebben met ouders, dat zij echt alle drie Nederlandse kinderen zijn met een Nederlandse scholing en een Nederlandse opvoeding. En
maar wel in die splitsing hebben gezeten van... Ja. Ik heb, de twee wortels zijn in mij verenigd. En wat mij aan... waarom ik het heel tof vind om dat te maken... is omdat Nasmir gaat nu met haar moeder... dus ik ga de regie doen en Nasmir en haar moeder gaan spelen. En dan gaat het eigenlijk om dat Nasmir zegt... Ja, mam. Dus dat je niet denkt, oh, ik ben of verstoten. Ja, en ik ben trouw aan mezelf. Exact. Die keuze. Of dat je denkt, oké, ik pas me aan, maar dan hou ik jou als moeder. Ja. Maar dat je zegt, nee, mam. Ik loop... Ja, mijn blouse valt open. Ja, weet je wel. Oké, daar gaan we. Oké, dan kun je ook... Oké, maar dit is wat ik ben. Met jou erbij. Maar met jou. Ik hou je vast. Ik hou je. En jij mag je nu afkeren. En jij mag zeggen, ik wil Nasmir niet meer kennen. Of ik wil Miral niet meer kennen. Of ik wil Melig niet meer kennen. Maar zij willen gaan zeggen, maar ik doe het niet meer zonder jou. Ja. Maar dat is ook weer zo fascinerend. Want dan zeg je, dat hebben natuurlijk heel veel mensen die hier in Nederland zijn opgevoed. Terwijl ze uit allochtone omgevingen komen. Hè, dan zou je denken, wat een gat in de markt. Maar jij doet het ook uit een soort innerlijke noodzaak. En het raakt mij ook meteen. De gedachte dat je trouw kunt zijn aan jezelf. En dan niet de ander afwijst. Maar wel dus juist de verbinding blijft zoeken. Dat is zo fascinerend. Dat is het exact. Ja, dat is het exact. En wat jij meeneemt, wat heel erg klopt, is... wij kunnen door het individualistische tijdperk... kunnen wij zeggen... Oh, nou, oké. Dan niet? Nou, nee, dan niet. Dan, weet je wel, dan blijft dat daar en dat blijft met zo. Of jij met zo. Dat. Oh, dan gaan we verder op ons eigen eiland. Maar dat is wel een sluiting. In de repetitieruimte oefenen wij al spelend eigenlijk heel veel de verlegenheid... Weet je, dus om de verlegenheid te dragen zonder masker. Dus om dat niet weg te stoppen. Ja. Of om dat niet te verbergen. Of om, en daar krijg je ook natuurlijk een blos van. En daar komt een, wat je in eerste instantie ervaart als een ongemak. Dat is hetzelfde bijvoorbeeld als mensen volschieten. Dan hebben ze eigenlijk meer last van het oordeel wat in hun hoofd losbarst. Ze denken, oh, ik schiet vol. Dan gaan ze meteen, oh, maar dat geeft niks. Sorry, dat is ook zoiets. Terwijl het natuurlijk, dat zijn gewoon processen die... Maar er wordt veel vaker iets gezegd over, of geoordeeld over het volschieten. En bijna nooit iets over de afsluiting. Want precies daar waar wij sluiten, lijken we niet te kunnen of niet te mogen aantonen. Of daar hebben we eigenlijk collectief... Geen vocabulair voor. We zeggen gewoon, is er iets? Of je sluit je? Nee hoor, helemaal niet. Ja, ik ben weer... Ja, nou, dat antwoord is al helemaal afgesloten. Ja. Maar dat kunnen we dan niet meer aanraken. Ja. Terwijl iemand die bijvoorbeeld tranen in zijn ogen heeft... Dus dat is aantoonbaar dat hij volschiet. Ja. En ik vind het heel fijn om aan dat... Nee hoor, helemaal niet. Om daar beweging in aan te brengen. Ja, dus we kunnen gewoon teder blijven. En onze... Ja. Ik vind teder en ferm ook... Ja, bij elkaar. Ja. Je hoeft helemaal niet een ferme tederheid. Ja, je hoeft helemaal niet een watje te worden of zo. Nu heb je volgens mij muziek bij je wat ook een beetje gaat over ferme tederheid. Hè? De zevende van Beethoven. Ja. Ik heb toevallig net die muziek gezien in... King's Speech. Maar waarom heb jij hem meegenomen? Oh, wij deden zo vorig seizoen hebben we zo'n... Ook, nou ja, ik ben ook helemaal verliefd op de wijkservaring. Ik was ook verliefd op, dat heette De Oversteek. Dat was een co-productie met Toneel op Amsterdam. Johan Simons deed de regie van Dantons Dood. En daar liepen wij met 100 wijkbewoners. Kwamen wij terwijl de publiek in de zaal zat... En gewoon keek naar de voorstelling, braken wij eigenlijk door de muur van de stad Schouwburg. Want ik wilde eigenlijk de muren van de Schouwburg slechten. En die muziek klonk toen ze binnenkwamen? Of? Oh ja, wij waren met z'n allen achter. En Johan Simons had heel mooi, daar was dan een tafel met kaarsen voor de acteurs. Waar ze aan zaten, ze heel, heel mooi in staan. Ze kwamen tijdens die muziek kwamen ze op. En dan kwam onze Helene.
die kwam van achter en die stak. Dus Johan liet dat duren en duren en duren. En die stak al die kaarsen aan, terwijl die zevende van Beethoven klonk. Weet je, en die acteurs kwamen allemaal zo. Heel mooi getimed, kwamen die allemaal open. Die gingen zitten en wij waren met die 100 wijkbewoners. Maar doodstil stonden we het eigenlijk allemaal te dirigeren, weet je. Wauw. Ja, dus, als ik dat hoor. Iedereen ging ook dansjes met elkaar, maar het was zo lief. Maar dat was echt zo, het was echt zo'n startschot van die avond. Dat je denkt, dat is toch heel mooi als muziek aan voorstellingen vastzit, weet je. En dan, ik zie altijd dat. Prachtig. En dan helemaal. Je hebt ook zo'n mooie tekst bij je. Speel het spel. Wil je het voorlezen? Ja. Het is van Peter Handke. Ik denk, oh god. Dan je katholiek blusje. Kijk maar. Ja. Ik vind dit een tekst dat ik denk... dat elke, ook de spaties tussen de woorden, goud waard zijn. Nou, ga. Zo, van Peter Handke is het. Speel het spel. Breng je werk in gevaar. Wees niet de hoofdpersoon. Zoek de confrontatie, maar doe het onopzettelijk. Vermijd bijbedoelingen. Verzwijg niet. Wees week en sterk. Wees slim. Steek je nek uit en veracht de overwinning. Kijk niet toe. Bewijs niets. Maar blijf met alle tegenwoordigheid van geest open voor tekens. Laat je ogen zien. Laat anderen erin kijken. Zorg voor ruimte en beschouw ieder in zijn eigen perspectief. Beslis alleen met hartstocht. Misluk rustig. Neem voor al de tijd en bewandel zijpaden. Laat je afleiden. Neem, om het zo te zeggen, vakantie. Houd je niet doof voor geen boom, voor geen water. Trek je terug in jezelf als je daar zin in hebt en gun je de zon. Vergeet de mensen in je naaste omgeving. Verstevig de banden met onbekenden. Buig je over bijzaken. Wijk uit naar de verlatenheid. Vermoord het noodlotsdrama. Veracht het ongeluk. Analyseer het conflict. Neem je eigen kleur aan. Tot je in je gelijk staat en het ruisen van de bladeren zoet wordt. Loop stilzwijgend langs de dorpen. Ik volg je. Lijkt je cv wel. Is toch een mokerslag. Ja. Is toch een mokerslag. Dit vind ik nou echt een confrontatie van intense schoonheid. Heb je je eigen kleur al aan genomen? Ik heb bijvoorbeeld ooit besloten om elke zwerver zijn vraag te beantwoorden en geld te geven. Mm-hmm. En dat was in eerste instantie om er zelf uit, of voor het onderzoek, om er zelf uit te kunnen komen of om het te snappen. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik moet ophouden met dat ja, nee. En de ene keer staat mijn pet zo en dan schijnt de zon en dan niet. En dan ben ik zogenaamd ernaast. Ik dacht gewoon, ik doe het. Altijd. Ophouden, adelheid. Waanzin. Mm-hmm. Gewoon doen. Gewoon dat aangaan. En dat eigenlijk maar.
maakt me dat... Ik denk dan, ja, die ander is blij. Maar het bizarre is gewoon... Het maakt jezelf gelukkig. Ja. Het is heel... Het is eigenlijk... Het woord nee brengt steeds iets met zich mee... waarin je zogenaamd... Ja, je krijgt steeds meer controle. Je krijgt steeds meer nee. Je moet steeds meer gaan consolideren. Je moet steeds meer energie stoppen in de afbakening. Ja. Je moet steeds meer verzamelen. Je moet daardoor steeds meer beschermen. Je krijgt bagage wat je meeneemt. Zwaartekracht. Ja. Je moet het allemaal bij je... Ja, nee kost misschien meer tijd en energie dan ja. Right. Maar waarom zijn we dan allemaal zo in de misverstand gedoken? Dat is wel precies wat ik voel. Ja, zeg ik zo. Ik zeg, ja, loop even mee naar mijn fiets, want ik heb een pokkenhaast, want ik moet... Ja, loop gewoon mee. Oh ja, ken je nog van de fiets? Dat is... Alles gebeurt happiness. Ja. Je kunt je overgeven in feite aan wat zich voordoet, aan de werkelijkheid. Ja. Inclusief dat je doodsbang kan zijn. Maar... Ja. Zou dat misschien onze menselijke bestemming zijn? Dat we dat uiteindelijk kunnen? Dat we alles kunnen aanvaarden? Ik zou het wel... Ik denk niet dat ik het meemaak op een heel groot terrein. Maar ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar. Ik denk wel van... Ik vind het zo mogelijk steeds. Dus ik heb een kinderlijke soort van sprong. Een soort vreugdevolle sprong in me. Dat ik denk, oh, jongens, het is zo eenvoudig om het te delen. Ja. Het is zo eenvoudig om die ballast. Omdat je denkt, deel het, laat het bewegen. Ja, dan raak je ook wat kwijt. Ja, dan is iemand ook gretiger. En ja, dan... Ja. Maar ook het, oh, zo dat het, oh, dat het beweegt. Dat iedereen gewoon... In zijn kracht. Ik vind in ieder mens, maar echt letterlijk, ieder mens zit dat talent, zit die glans, zit waardoor je denkt, wauw, dit zo. En dat je het ook in mensen hun ogen ziet. Ja. Oh, in dat moment, ja, weet je, dat alles stroomt. Dat je denkt, ja, ja. Je hebt het gezien, die heeft het ervaren. Het is niet te ontkennen, dat zie je in een wildvreemde mensen ook. Ja. Dat je denkt, oh, dat heb je van me waargenomen. Oh, dit kon ik, of dat kan ik, of dat deed ik en het lukte. Ja. Oh, zo, dat geluk. En je denkt, en dat temmen wij. Ja. Wij temmen dat steeds bij elkaar. Ja. En dat is, oh, dat, en dat, en ik hou er enorm van dat te tillen of zo. Ja. Wat raad je ons aan op deze stralende zondag? Yeah. Nou, noem eens één zin. Nou, ik denk wel in... Ook zo in het gesprek, ik denk wel... ballast. Ballast overboord. Zoveel ballast. Overbodige ballast. Ik moet, en dat bedoel ik liefdevol, dat kan verkeerd klinken, zo bedoel ik het niet. Ik vind het eigenlijk om zo, maar ook liefdevol, echt liefdevol, te lachen als je bijvoorbeeld... Ik vind bijvoorbeeld ballast, we staan met z'n allen in een rij, we moeten wachten. En meneer of mevrouw voor jou is iets vergeten en gaat nog even de winkel in. Weet je, en dan kom je terug en dan zeg je, oh, achteraan sluiten. Ja. Weet je, nou dat is een zeer eenvoudig, zo'n kleine innerlijke attitude van hoe we met elkaar omgaan. En die, we weten allemaal dat deze meneer of mevrouw gewoon iets vergeten was. En die plek die is er nog en die was er al. En die weet je, en dan ik denk, oh jongens, laat gaan. We zouden ons kunnen permitteren om veel guller te zijn, hè? Ja, dat zei ik misschien een hele goede. Een goed, helder woord. Gewoon deel toch uit. Ja. Je hebt niks te verliezen. Ja, deel toch uit. Ja. Dankjewel. Dankjewel wel.